Groep 8, goedemorgen. Ik dacht, ik zal weer eens een filmpje opnemen. Hopelijk hebben jullie allemaal een hele goede en een fijne vakantie gehad. Het is nog wel heel veel mooi weer geweest. Nou ja, zoals je ziet ben ik weer in de klas om wat dingen voor te bereiden voor maandag. En ik dacht, ik kan een hele lange mail sturen. Maar misschien is het ook wel aardig als ik gewoon even een filmpje opneem. Zodat je ook een beetje ziet hoe de klas is ingedeeld en waar je zit. Ik kreeg een mailtje van kinderen met de vraag, moeten we spullen meenemen? Dat is inderdaad belangrijk. Neem maandag gewoon al je spullen weer mee. Zodat we alle boeken en materialen hier allemaal op school hebben. En daarmee van start kan. Nou, ik ga jullie nu laten zien hoe de klas is ingedeeld. En hoe je binnenkomt. En dan ben je vast een beetje op de hoogte. En hopelijk zien we elkaar maandag dan weer terug. Allemaal vast een heel goed weekend. En kijk maar eventjes mee. Zo. Nou, ik loop nu eventjes zoals je ziet naar de gang. Daar is een indrukwekkende lijn gekomen. Juf Jolien heeft hier het hele gebouw doorgeplakt. En als je 's morgens aankomt, is de bedoeling dat je echt laat komt. Niet te laat natuurlijk. Maar niet lang van tevoren. Zodat je gewoon op het plein bent. En zoals je ziet is er een mooi geel hok gemaakt. En daar blijf je netjes achter in de rij staan. En als het moment daar is, dan treden wij naar binnen. Door de vertrouwde klapdeuren. Hè. Nou, dan blijf je netjes rechts van de lijn. Ja, hadden eigenlijk hier natuurlijk een onderbroken lijn moeten zijn met stippeltjes. Maar goed, vooruit, we stappen er nu gewoon overheen. Nou, zoals je ziet zijn er op de tafels lichte en donkere briefjes geplakt. En je begrijpt natuurlijk al, dat is, zijn de verschillende groepen. En ik heb mijn eigen hok gekregen. Haha, dat is alleen mijn hok. Daar mogen jullie niet in. Dus dat is heel bijzonder als je hier over de lijn heen mag stappen. Nou, misschien wel aardig om even te kijken waar je zit. Zo, zoals je ziet zijn de groepen natuurlijk steeds om en om zijn die geplakt. Zodat we ook als we in het lokaal zitten, dat we gewoon goed die afstand kunnen houden. Want ik hoorde nog een keer een hoogleraar zeggen, en dat vond ik eigenlijk wel een hele goede. Als je elkaar eens even heel snel passeert, is dat niet zo'n probleem. Maar als je langdurig in iemands omgeving zit, dan is dat natuurlijk ook weer anders. Dus vandaar dat jullie uit elkaar zijn gezet. Zodat je gewoon goed de ruimte hebt. En het is natuurlijk ook belangrijk dat je dan gewoon snel de kortste route naar je tafel volgt. En daar gewoon snel gaat zitten, zodat we dan van start kunnen gaan. Nou, het is best nog een hele rij, hè, 28. Maar ik heb het allemaal zo neergezet dat je gewoon op een hele goede afstand van elkaar zit. Dus dan moet dat hopelijk veilig kunnen. Ja, dat hok van mij, dat doet natuurlijk wel een klein beetje aan een dierentuin denken. Maar ja, goed, dat hoort er dan natuurlijk ook allemaal bij, hè. Nou, ik ben nu al bij de middencirkel, zoals je ziet. De meeste kinderen zijn wel een klein beetje in de buurt gebleven van de plaats waar je altijd zit. Maar anderen zijn ook weer ietsje verder opgeschoven, omdat het anders niet uitkwam met de groepsverdeling. Nou, het laatste rijtje. Zo. En dan zijn we echt helemaal rond. Ook trouwens nog belangrijk, hè? Het is aanstaande zondag moederdag. Dus het is maar even een tip, hè. Maar de moeders hebben best een hoop overwerk gehad de afgelopen weken. Dus denk daar ook allemaal nog eventjes aan. Nou, sluit af met een mooi orgelstukje. Dat kan natuurlijk eigenlijk niet mooier. En dan hoop ik dat jullie een heel goed weekend hebben. En dan hopelijk tot aanstaande maandag allemaal. Dag hoor!